Wordt er mayo iemand? Ja, ik had wel niemand zo nodig. Waarom heb je slaan? Ik heb mij daar te smel. Ik heb een flashback gekregen aan iets Cajun Dance. Ik had het nooit verteld aan iemand, dat is een geheim tussen Natalia en ik. Ze was iets op mijn gsm. Ze moest iets doen, iets op Instagram ofzo, als inlet op mijn gsm. Oh no. Ze neemt mijn gsm, alsjeblieft, hier is mijn code. En ze had een foto nodig, dus ze keek naar mijn foto, ze heeft mijn gsm terug. En weet je wat ze zegt? Ze zegt van alsjeblieft, en ik heb je nu iets ook gezien. Ik zo, oké. En gewoon door, daar hebben we nooit over gebabbeld. Tot op de dag van vandaag nog altijd niets. Dat is wel echt random. It happens. Heel gênant. Ja, ik was ook eens mijn vriendin in de HEMA foto's aan het afdrukken. En ze is zo, ze steekt haar gsm in. Maar dan komt zo op een groot scherm en kunt je camera al zo zien. We zijn zo aan het kijken. En plots ziet hij zo een van die foto's. Oh nee. En ze zei zo, gewoon doordoen. Ja, was dan als ze voorbij geschoten. Dat is grappig. Ik heb dat nooit gehad, want ik neem hier zo een foto van een nude en sla je dan op. Dat is meestal gewoon zo. Oké, 10 seconden op Snapchat of zo. Alleen, want Snapchat is een nude app. Meestal een beetje equivalent van als je zo naar de gym bent geweest. Mm. Snap je? En neemt dan een foto van jezelf. En soms doe, je dat soms doe ik dat als ik net ga douchen. Dan ben je naakt en dan neem ik zo een foto bijvoorbeeld. Ja, want ik heb heel veel foto's van mezelf op mijn telefoon staan van. Ja, misschien gaan mensen mijn telefoon hacken niet bedoelen. I don't have any pictures. Maar nee, van gewoon zo in mijn onderhoed of. Ja, met weinig kleren aan, maar dat is niet. Dat is het grote verschil. Dat is niet met de intentie om naar iemand te sturen. Ik geef elke ochtend ongeveer. Dat ik gewoon voor de spiegel ben. Ik zo, oh, spiegelselfie. Dat ik zo eens zien hoe dat mijn lichaam evolueert. Ja. Okay. Ik heb wel altijd schrik dat als mensen mijn gsm pakken en zo, dat ze dat gaan zien en gaan denken: oh nee, dat is in die context. Terwijl dat is helemaal niet in die context. Dat is voor jezelf gewoon je journey van je lichaam. Ben je ermee gestopt? Met trekken of? Met nudes. Ik heb er eentje getrokken en dat was de meest traumatische ervaring ooit. Hoezo? Dus ik was 16 jaar, 16 jaar geleden, kleine horny Michael. En ja, ik was zo bezig met een meisje, nog niet met mijn vriendin. En ik ken dat, je zat zo aan het seksten. Seksten als 16-jarige is echt cringe. Dat was echt zo van, hey, als ik alleen was op een eiland, wat zou je doen met mij? Maar ik krijg al kriebels zelf. Hey, ik weet niet hoe seks werkt. Zo is dat in mijn hoofd, zo was dat echt. En dan begon ze zo foto's te sturen en ik zo, wow, nice. Maar ken het, ik durfde nog niet zelf te sturen. Oké. En dan zei ze plots van ja, trek eens eentje van jezelf. Want ik zit hier alleen heel tijd foto's te sturen en dat voelt raar aan. Ik zo, oké, I guess dat ik dat ga doen. Dus ik trek die foto's op en ik stuur naar haar. In één keer zie ik de fameuze screenshot. Maar nee. Ja. Ik zie in één keer plots screenshot teken, ik zo. Dus maar wacht jij helemaal naakt? Ja, helemaal naakt. Je hoofd ook? Ja. Okay. Ben wel... Maar ja, je ziet wel de naam hè, daarbij. Ja. Je kunt echt niet zien dat ik het ben, behalve aan een armbandje dat ik altijd... Maar dan nog, waarom screenshot je daar? Ik zo, huh? Hoezo screenshot je dat? Die zo, jij mocht die van mij ook screenshotten. Ik zo, oké, is goed. We hebben allebei gescreenshot. Later ben samen met dat meisje en we hebben ruzie. Oh. En dan zegt ze plots, ja... De fucking kwaad op u. En als je durft uitmaken, ga ik die foto's posten op Facebook. En dan was het zo een vicieuze cyclus van ik die het uit wil maken. En zij, soms kon je bij zo screenshots te trekken van zo. Net voordat je een foto post van dat schermpje. Zo net voordat je een foto post, dat je gewoon post moet drukken. Dan zegt ze, ah, je gaat uitmaken. Kijk eens waar ik al ben. En die tagt zo mijn broer en mijn ma. Ze chanteerden mij de hele tijd en ik wist echt niet wat ik moest doen. En ze heeft dat zelfs aan mijn klas getoond. Dat is wel erg. Maar ik was zoiets van, oké, je hebt dat gezien en dan... Maar niet op die leeftijd. Het is ook wel geautomatiseerd. Nu heb ik ook iets van, als je dat ziet, oké, ja. Kunnen we er wel over eens zijn dat als je foto's stuurt en zo, binnen een relatie, dat dan wel de regel is, zelfs als het uit is, dat contract van niet doorsturen, blijft wel gewoon nog gelden. Nude sturen is part of the... Sexual experience. Allee, sorry, maar ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar je moet niet mensen judgen omdat ze seksten of omdat ze nude sturen, want dat hoort er nu eenmaal bij en eigenlijk zouden wij gewoon moeten weten dat je dat niet moet doorsturen. Dus dat is de fout, niet de foto nemen. Ik ben wel geen fan van seksten, als in ik kan dat niet. Ik ook niet. Ik weet niet hoe. Mensen praten tegen mij, mensen van...
Wat moet jij, hoe begint dat zoals zo van, hey, wat zou je doen met mij? Ja, het is zo van, wat vind je leuk? Ik zo, just like sex. Bij mij dan nooit het tell you. Ik weet echt niet, wat zijn de tips? Wat zijn zo de top 3 tips? Top 3 wat? Van seks, wat zijn zo de 10, hoe heet dat, 10 geboden van seks? Want bij mij, alleen mijn seksgame is eigenlijk, vooral vroeger dan van, hey, wat zou je doen met mij? Maar ik vind, ik kan zo, ik begin dan nooit. Ja, ik zou bijten in je oor en dan een kusje geven in je nek. Dat is zo raar, man. Ben ik hier een boek aan het schrijven of zo? En dan, dan kreun ik plots in je oor en je hoort het. Wat? Hoor je Michael al kreun in je oor? Ja, sommige mensen hebben al gehoord. Ah ja, oh my god! We gaan het even hebben over een... Korte sekstape eigenlijk, dat Stefan van Michael heeft geleakt. Onbewust. Ja. Stefan was zat midden in de nacht. En hij denkt, ik ga bij Michael checken. What he didn't know... Hij komt binnen in zijn kamer, ik klop aan, niemand doet open. Ik ga binnen, maar ik was aan het filmen, want ik maak altijd reportages van mezelf als ik dronken ben. Ja. Ik ben aan het filmen, ik kom binnen, ik hoor zo gekreun. Stefan had die video zo... Ik hoor zo gekreun en zo dat bed al beweegt. Ik zo, maar ik kon niet meer weg, dus ik ben daar niet blijven staan, want... Ik wilde de deur niet meer openen. In mijn fucking kamer, en ik wist dat niet. Ik wilde de deur niet meer openen, want die ging me horen. Dus ik dacht, ik ben daar gewoon een minuut blijven staan, een minuut blijven filmen. Dan ben ik eindelijk vertrokken. Na het einde opgestuurd. Maar hij ziet alleen mezelf, hij ziet Michael niet. Dus maar je hoort mij wel. Je hoort maar moet je inbeelden dat Michael wakker wordt en dus zo het van ah, ik ga de video's bekijken, de reportage van Stefan. Ja. En dat hij plotseling zichzelf hoort met Stefan zijn gezicht op. Maar zie, dat is de mentaliteitsswitch. Want vroeger zou ik echt het zin van, oh my god. Mensen gaan dat weten, van mensen gaan dat horen. Dat ik nu zo het zeg van, oké, jullie mij horen. Je vond het echt niet, hè. Ja, zo jullie mij horen kreunen, oké. Maar bro, people have sex. Daar gaan we gewoon dat is het ding. Dat is nu genormaliseerd. Nu is het zo, oké, je hebt seks. Terwijl 16-jarige Michael, als hij het woord seks hoort, zo, wow. Snap je zo met seksen en zo? Vaak mensen gebruiken dan zo, ja, de gevallen woorden en zo. En dan denk ik, ah, shut up. Allee, dat is gewoon, ik kan gewoon al heel slecht tegen andere woorden dan seks. Zoals neuken. Batsen seksen, neuken. Nee, neuken vind ik echt fout. Neuken. Boren. Geen volstieren. Ga je vossen? Dat is raar, dat kan ik niet. Nee, dat is Antwerpen dan. Kunnen jullie vogelen? Ja. Ja, maar vossen is als je iemand vost. Ik heb haar gevost. Dat is heel raar. Ja, maar dan ben ik zo van, dat gewoon zo één fout woord verpest zo rap de moed, omdat je alleen bent. Ja. Dus dat is zo... Oké, weet je nog, in de kotschap over seks, dat we bezig waren, en dat jij zo werd zo over klaargekomen, van als jij klaargekomen, heb je daarna zo plotseling heel zelfbewust. Ja. Ah, ja. Dat heb ik na seks nudes of zo, omdat je plotseling alleen ligt. Nu ja, dat maakt het af, en dan is het zo, zeg je klaar? Ja, ik ook, oké. Okay. Ah ja, als je klaar bent gekomen. En dan zeg je zo... Zet je alleen in die bed, zo... Ik ben net klaargekomen door letters op mijn gsm. En dan zeg je ons dat wel toch? Of was, Ik weet nog, ik heb een discussie gehad met Michael over welke smaak ijs ik zou zijn. Sure. En hij zei dat ik ijsbroken vanille zou zijn. En ik was daar altijd zwart aan tegenvechten. En ik was zo, nee. En dan was ik zo aan mijn lief aan het vragen, zo, wat ben ik? Alleen toch zo... Passievruchten, sorbet of zo. Juist, maar nu, de laatste... Ik was echt maanden. Vanille is de meest basic van maar de gewoon zo, de laatste heb ik nog van begin nadenken, maar ik ben zo van... Ik weet niet, er zijn niet zoveel speciale dingen die je mij kunt laten doen. Handboeien, shit, dat is gewoon... Dat doet pijn. Stop daarmee. Ja, ik wil enkel leuke dingen doen. Ik wil enkel mij geliefd voelen en dat moet leuk zijn. Oké, we kunnen eens iets raar doen, maar... Doe me geen pijn. Dus dat is al nee. Voilà, ijsburken. Dus het is al meer naar de ijsburken aan het gaan dan dirty talk. Ik zeg de foute dingen en ik zeg gewoon de hele tijd... Wauw, ik heb honger. Nee. Ik heb honger, ik zeg ik. Gewoon... Weet ik veel, ik zeg zo vaak lieve dingen. Dus dat is... Ik gaat meer naar die ijsburken. Ja, ik hou van jou. Ik hoef en dan het laatste recept en ik... Er is niks mis met ijsburken van jullie te zijn. Acceptance. Fundamentele basics. Stefan is... We gaan nu weer... Echt, ik chocolate mint. Zo anders, zo okay, fair enough. Jij zit. Witte chocola. Nee, ik ben een beetje anders. Nee, wacht. Wat zou ik zijn? Ik ben fucking pistache. Wat is pistache? Pistache zo... Zijn noten. Kijk jongens, be safe. Vertrouw mensen.
Love yourself. Wees vanille-ijs. Of wees Chunky Monkey Ben & Jerry's. Het is echt in orde. Het maakt echt niet uit. Als jullie thema's hebben om nog over te praten in de volgende Kotklaps, mogen jullie altijd... Ja, you know the drill. Oh, je mag altijd sturen naar opkotofficial op Instagram. Altijd. Ja. Lezen we ook altijd. Dus. En dan gaan we de volgende keer misschien praten over iets anders dan seks. Ja. Kot seks! Amai! Alle drie samen. Ja. Hallo, de video is gedaan, dus ja... Maar als je mee wilt zien van ons... Klik hier. Of wilt je gewoon altijd op de hoogte blijven? Abonneer je dan. Abonneer hier. Dus klik gewoon. Maar doe iets. Eén van deze twee. Dus ja, want wij gaan gewoon kijken nu. Oké. Doe het.